België staat op het punt een wereldrecord te breken. Dat van land waar het langst onderhandeld wordt over een regeerakkoord. Het record staat met 249 dagen op naam van Irak. En morgen zullen de Belgische onderhandelaars dat evenaren. Het wereldrecord zal ook aandacht krijgen in de internationale pers. Heel wat buitenlandse journalisten in Brussel vertelden aan Rob Heerbout dat ze van plan zijn om er vandaag of morgen over te berichten. Will you write about this next Thursday? I think so. I think everyone will be writing about it. It's the kind of world record that you don't want to break. Veel buitenlandse correspondenten in Brussel volgen zowel de Europese als de Belgische politiek. Dat België het wereldrecord regeringsonderhandelen breekt, wordt in de Portugese krant Publico misschien zelfs voorpagina nieuws. Les Portugais sont très intéressés par ce qui se passe en Belgique. Ils sont assez terrifiés du fait qu'un pays européen puisse disparaître comme ça. De tijd van de Belgen moppen is volgens mij al een beetje voorbij. Ik hoor ze niet zo vaak meer. Ik denk dat de meeste lezers van Trouw, we zijn ook een vrij serieuze krant, wel zich zorgen maken over het feit dat België nog altijd geen regering heeft en dat het zo lang duurt. It is embarrassing for a modern Western democratic country that it is now being compared to Iraq. Maar volgens de correspondent van Dubai TV gaat de vergelijking met Irak niet op. In Irak is er een situatie paradoxaal, c'est-à-dire il y a eu des élections libres, tout à fait, mais il n'y a pas eu possibilité de former un gouvernement. Donc il y avait une interférence contre la volonté populaire. Alors que ici, au contraire, il y a blocage parce qu'on respecte la volonté populaire. C'est très différent la Belgique et l'Irak. Hoe dan ook, als het in België mislukt, zeggen sommigen, dan kan het ook voor Europa gevolgen hebben. Je pense que les Européens devraient maintenant faire pression sur le gouvernement belge. Parce que si ça ne marche pas entre les différentes communautés en Belgique, qui est encore une fois ce petit laboratoire européen, comment voulez-vous que ça marche ailleurs en Europe? C'est dans un pays qui est au cœur de l'Europe, les deux communautés ne se comprennent pas, ne se parlent pas et vivent l'une contre l'autre, donc de dos tourner contre l'autre. Donc c'est quelque part un petit exemple par la négative pour l'Europe.